Ik ben Louis Westlink, ik ben projectengineer bij de afdeling vastgoed en huisvesting van het Medisch Spectrum Twente. We kijken hier naar een pendel op een intensive care kamer. Dit is de zogenaamde droge pendel waarop de beademingsapparatuur en de monitoren staan. Aan de andere kant zien wij een pendel, dat noemen we de natte pendels, waarin de vloeistoffen naar de patiënt worden toegediend. We staan hier op de verkoevenkamer. Hier komen de patiënten terug vanuit de operatiekamer en worden hier opgevangen. Tijdens de coronacrisis is deze afdeling omgebouwd tot tijdelijke intensive care. Nadeel daarvan was dat er nagenoeg geen operaties meer mogelijk waren omdat de patiënten niet opgevangen konden worden. Tijdens de coronacrisis hebben we voor deze afdeling gekozen omdat hier het veilige elektrische netwerk aanwezig was. Dit is een normale patiëntkamer. Als er een sluiting zal ontstaan, dan zal er een stop eruit gaan. En op een intensive care wil je dat uiteraard niet. En toch willen we deze patiëntenkamer gaan inzetten als een intensive care. En daarvoor hebben we de mobiele pendels bedacht. Zodat wij de bestaande installatie kunnen uitschakelen en de nieuwe installatie compleet, zoals een intensive care ingericht is, kunnen opbouwen. We hebben dus om de pendels aan te kunnen sluiten wel wat extra's moeten doen. En daarvoor hebben wij dus extra wandcontactdozen gemaakt die speciale voeding zorgen voor de mobiele pendels. De verandering die we hier hebben gemaakt is dus eigenlijk maar heel klein ten opzichte van een intensive care kamer. Dus de kamer blijft gewoon als patiëntkamer beschikbaar. Op het moment dat we over moeten gaan en we krijgen een opvlamming van het corona, kunnen wij deze kamer binnen een paar uur inrichten als een intensive care afdeling. Daarvoor schakelen wij de gewone wandcontactdozen uit, schakelen wij de nieuw aangelegde installatie in en kunnen we de pendels aansluiten. Omdat we een gewone afdeling hebben geschikt gemaakt voor intensive care, kunnen we de patiënten hier blijven opvangen vanuit de OK. Dat betekent dat bij een volgende uitbraak de gewone patiëntzorg bij MST door kan blijven gaan.